Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik begin elke weekvlog volgens mij in deze kleding met een bril. En ik heb dus deze haarkrullers in. Gisteravond ging ik dus proberen om die andere haarkrullers die ik had gekocht in te doen, die roze. Dus ik zat gewoon lekker, ik dacht ik ga vast in bed liggen, dan ga ik liggend het indoen. En het zat volgens mij best wel goed, maar ik kan er gewoon niet tegen. Het voelt niet lekker, daar kan ik niet mee slapen. Dus dan dacht ik, ik ga gewoon vanochtend, zodra ik ga beginnen met werken, ga ik het weer indoen. Dus ik ben, vandaag wil ik weer net als vorige week mijn weekvlog op maandag helemaal af hebben. Uiteindelijk kwam ik alsnog zwaar in de knoei met bubblewrap aan het eind van de week. Maar dat kwam niet doordat mijn weekvlog maandag al af was natuurlijk. Dus dat is mijn doel nu, dus daar ben ik nu al een paar uurtjes mee bezig. Dus dit zit er nu denk ik 2 uur in. En ik ga gewoon zo laat mogelijk dit eruit halen. Mijn haar is niet vochtig, dat niet. Dus ik heb het gewoon even getest op droog. Misschien is dat niet slim. Maar we gaan gewoon even kijken. Gewoon dus hier vastgeklipt. Omgedraaid. Nieuw plukje op die manier. En als ik dan straks nog ga klaarmaken. Het is nu 1 uur. Ik denk. Haas auto moet nog bij de APK worden gehaald. En hij moet dit tot 5 uur werken. Dus ik dacht. Ik wil natuurlijk altijd bewegen. En dan zeg maar op de fiets naar bijles gaan. Maar ik dacht als ik nou gewoon die auto ga ophalen. Dan heb ik 20 minuten lopen. En 20 minuten lopen is volgens mij net zo goed voor je als 2 keer een kwartier, dus een half uur fietsen. Dan heb ik die auto van hem meteen opgehaald en dan rijd ik daarna gewoon door naar bijles lekker met de auto. Vind ik wel heel chill hoor. Ik vind toch in de avond zo in donker wel heel lekker om in de auto naar huis te kunnen rijden. Dan moet ik ook nog sporten, dus ik hoop eigenlijk dat ik vandaag een keertje voor bijles kan sporten. Want anders ben ik altijd pas 6:30, 7 uur thuis. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ben wel trouwens bijna klaar met mijn vlog al, maar hij is een beetje lang. Elke keer als ik denk dat ik een korte vlog heb, is hij weer bijna een uur. En ik wil hem rond 3 kwartier. Ik moet echt gewoon minder gaan vloggen. Want elke keer denk ik, ik heb helemaal geen materiaal. Maar ik heb wel materiaal. En ik ben zo blij met mijn 4K beeldmateriaal. Echt heel blij mee. Ben een klein beetje set om babbelhappen. Wat ik al zei, ik wil er niet te veel over zeggen. Maar het is wel mijn leven. Het loopt gewoon heel erg slecht nu. In ieder geval deze aflevering. Het wordt eigenlijk steeds minder. Terwijl ik echt heel blij ben met de content die ik neerzet. En de reacties heel goed zijn. Dus ik snap het niet. Ik word gewoon niet aanbevolen door YouTube. Gisteren ontdekte dat als je naar de CEO kijkt, dat YouTube herkent niet vanuit je video wat je zegt. Dus je moet een beschrijving typen en dat heb ik nooit gedaan. Dus dat heb ik gisteren voor de aflevering van gisteren en die ervoor gedaan. En dat ga ik nu ook nog voor de 3 afleveringen daarvoor met terugwerkende kracht doen. Maar ik weet niet of het werkt. Het is gewoon heel jammer, maar ik ga wel door, want ik vind het heel leuk. Maar het is nu bijna een fulltime job voor mij en ja, je maakt er alleen maar verlies op. Dus, en loopt het ook nog eens niet goed. Dus ja, jammer, maar geef het nog niet op. Ik ga even doorwerken. Bye. En mijn ontbijt was een uitgelepelde avocado. Trouwens, ik ga zo even een matje maken. En oké, ik zie jullie later. Oké, hallo. Ik zat te denken, het is eigenlijk zo raar, want mijn hoofd staat dus altijd aan. Ik denk altijd van alles, maar eigenlijk vloggen is dus goed voor mijn brein. Want dan kan ik lekker alles wat ik denk gewoon in mijn vlog zeggen. Maar het zorgt er ook weer voor eigenlijk nog meer gedachten. Want als ik dus boven ben, ik neem dus nooit mijn camera mee naar boven. Dat heeft niet per se een reden, dat doe ik gewoon niet of zo. Maar dan ben ik dus boven, dan denk ik allemaal dingen. Oh, die wil ik in mijn vlog laten zien. Oh, die wil ik in mijn vlog zeggen. Ik vind deze trui trouwens echt heel leuk. Dus, ik wil bijvoorbeeld ook dit er het liefst uithalen op camera. Dus ik wou het eruit gaan halen. Dan dacht ik, nee, dat moet ik dus filmen. Dus ik ben nu weer beneden. Ik heb gedoucht, ik ben mijn sokken aan het doen. Het is 3:15 en om 4:00 begint mijn bijles. En ik wil dus nog die auto gaan ophalen en daarheen lopen. Dus ik moet zo wel gaan. Ik ga daarna dus weer sporten. Ik heb nog niet al het werk kunnen wat ik wilde, maar ja, eigenlijk was mijn doel dat de vlog af is en dat is gelukt. Nou ja, de video's af. Dan komt er nog wel meer bij kijken qua klaarzetten en zo. Maar, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik ging eventjes douchen en toen werd het natuurlijk een klein beetje nat. Dus dan heb ik het eventjes met hete lucht van de föhn. Doen jullie ook altijd je schoenen niet open, zodat je je voet erin moet wringen? Roze, roze. Ja, dus ik dacht misschien zit het dan zelfs nog wel beter omdat het even nat is geworden. Daar gaan we. Het is natuurlijk helemaal niet netjes gedaan, hè. En het heeft misschien 3 uur gezeten. En het moet 6 uur. En als je slaapt dan blijft het volgens mij ook nog beter achteraf zitten. Omdat je dan zo beweging maakt waardoor het er beter in blijft. Kijk, ik heb het wel op de goede manier gedaan, maar dan gewoon even slordig, ook zonder spiegel. Nou, je ziet wel wat. Ik had op zich al wel verwacht dat dit zou pakken in mijn haar, want dit soort dingen blijven altijd zitten. Maar ik heb dus wel gisteren gewassen met Olaplex en crèmespoeding van Olaplex. De voorsplukken gaan niet mooi zijn, want het ding is helemaal achter. Het moet helemaal hiervoor zitten. Maar goed, eerste keer. En ik heb dus dat blauwe, mijn nieuwe favoriete spray, die ik dus bij de kapper had laten inspireren. Zit erin, dus
alles wat ervoor zorgt dat je haar niet blijft zitten. Maar dit is best wel goed. Ik had het dus wel verwacht. Nou, ben ik misschien er niet verbaasd. Ja, dit is dus jammer dat dit... Zou ik eigenlijk nog even nu met de föhn moeten doen. Ja, dit is... prim. Ik wil gewoon even geen moes in, want ik vind het niet lekker. Nice. Ik ga denk ik met de föhn eventjes dit doen. Maar dit zou dus ook goed kunnen zitten als ik dit ding er gewoon echt goed in zet. Maar het hoeft dus niet per se in de nacht. Het is dus prima om het op deze manier te doen. Hier is wel minder, maar... Nou, leuk. Als je denkt, kijk naar wat er allemaal in zit aan spul. Om het zacht te maken ben ik hier heel blij mee. En dan wou ik dus nog wat laten zien. Die pillen aan de binnenkant van mijn trui. Dat meisje waar ik het heb gekocht is echt heel aardig. Ze vroeg of ik foto's wilde sturen. En dan ging ze Stieglitz een berichtje sturen van, hey, hoort dit? Terwijl ik al had gezegd dat ik de trui gewoon wil houden. Maar dat vond ik wel heel lief. En ze zeiden, ja, dat hoort dan door deze manier. Ik denk dat ze dus bedoelen, deze gewassen manier... Krijg je dat aan de binnenkant. Maar ik denk, doe dan een soort dubbele voering. Want dit is echt, het kan eigenlijk echt niet. Terwijl ik vind het zo'n leuke trui. Ik snap het niet, die keus voor zo'n duur merk. Terwijl ik het een heel leuk merk vind hoor. Maar dit is wel wat ik nu denk. En, dus het hoort gewoon. Oké, nou dat hadden we dus al gedacht. Maar ik denk dus dat het dus zo heet wassen. Of zo om dit effect te krijgen. Of wat dan ook. Dat het dus helemaal kapot gaat van binnen. In ieder geval, ik ben even met het ding eroverheen gegaan. Dit heb ik dus gisteren aan jullie laten zien in de vlog. Dat is voor jullie vorige week. Het is echt een geweldig ding. Want het haalt dus alle... Het staat op hoofdstand. Hij haalt dus hier maar alles eraf. Maar hij haalt het er ook heel makkelijk uit. Kijk eventjes wat ik er... Hallo. Ik wil dus die instellingen zo laten, omdat anders verbabbelen niet goed is. Oh, als ik inzoom zie je het wel. Kijk. Dit zijn echt... honderden balletjes. Het enige waar ik dit van ken is, op ons bed zit dit dus ook soms. Dit is denk ik misschien een vierde van de trui. Er is nog heel veel meer. Maar het chillen is... Kijk, ik heb het hier al gedaan, maar er blijft heel veel. Dit is echt amazing. Dit is ook anders dan zo'n roller die plakt hoor. Dit haalt echt die pillen eraf. Niet alleen haren of zo. Het klinkt niet heel lekker. Alsof het goed is voor je stof. Maar ja, deze stof is toch wel heel raar. Kijk. Ik dacht, dit vinden jullie wel leuk dat ik het even review. En je haalt het er ook gewoon zo af. Dus het blijft niet in het gouden hangen. En hij is gewoon weer schoon. En klaar, ik weet dat het niet helemaal scherp is. Maar en klaar weer te gebruiken. Dus ik vind het echt geweldig. Hele goede aankoop dus bij Dylan en Camilla. Oké, vond je het nou leuk dat ik een review heb laten zien van dit ding en dit ding? Zou je dan even een duimpje omhoog willen doen? Doe het alsjeblieft. Want ja, je kan natuurlijk wel winacties gaan organiseren omdat mensen dan pas gaan reageren en liken. Maar vind je mijn video's leuk en hoop je dat ik dit blijf doen? Doe het al 8 jaar. Maar het gaat niet heel goed met mijn kanaal. En ja, ik kan het alleen maar blijven doen als mijn video's bekeken blijven worden. En mijn video's blijven bekeken worden als ik leuke content maak. Maar ook als jij dus reageert en liked. Dus als je nu even zou willen reageren. Je kan ook letterlijk een emoji reageren. Je hoeft niet je best te doen. En like als je dat zou willen doen. En even kijken of je wel geabonneerd bent. Dan zou je me daar echt zo erg mee helpen. Want ik wil dit zo graag kunnen blijven doen. En ja, ik blijf het zeggen. Laten we even kijken. Dit is dus ook de borstel. Ik probeer weer even gewoon wat meer de producten met jullie te delen. Die ik koop en wat ik ervan vind. Dus vraag het ook vooral als ik het vergeet. Wat gebeurt er als we het uitborstelen? Dit is dus de fingerbrush. Die heb ik vorige vlog laten zien. Die had dus ook de andere kapper. Dat vond ik ook heel chill. Volgens mij gaat het er best wel uit nu. Wordt het wat pluiziger. Ik hou er wel van om te borstelen. Maar ik voel aan mijn haar. Het is gewoon heel zacht. Dus het gaat gewoon allemaal uitzakken. Maar ik denk als je dit dus... Het is nu al een beetje weg. Maar als ik dus niet al die verzachtende spullen erin doe... Werkt deze heatless manier dus ook heel goed. Oké, ik ga eventjes de laatste dingetjes doen om mezelf klaar te maken. Ik denk misschien even het voorste plukje föhnen, maar het hoeft niet per se. Want ik ga toch naar bijles en sporten. En dan ga ik lopen, want ik moet eigenlijk ja, wel vertrekken om... Ik denk dat ik over een kwartier uiterlijk echt weg moet, dus... Oké, bye. Oké, moes is de key tot succes. Ik dacht, ik doe een klein beetje moes. Echt, ik denk een vijfde van wat ik vorige week liet zien... En dan niet aan de aanzet, want dat is wat ik zo vies vind voelen. En ik krijg ook echt vet haar en een beetje van die witte vlekken, puntjes en zo op mijn hoofd. Een soort opgedroogde moes. Nu heb ik dus een heel klein beetje gewoon hier zo gedaan. Vooral de voorste area, niet zozeer achter. En eventjes de voorkant geföhnt.
En nog even toen met die eerst met de föhn borstel. En toen dacht ik, doe het met de brede Airwrap variant. Heb ik het nog eventjes hier twee plukken gedaan en hier. Eén. Even snel. Dat ik echt dacht, oh mijn god, ik word er beter in. Nu heb ik echt zin om door te gaan, maar dat is nu zonde van mijn tijd. Ik vind het wel echt een verschil als ik mijn haar heb gedaan. Het is wel echt een stuk verzorgder. En met moes blijft het dus heel lang zitten. Dus ik ben wel heel blij met mijn uitvindingen die ik doe rondom mijn haar. En ik hoop dat ik iemand van jullie er ook mee kan inspireren. Dus gebruik moes. En nu heb ik dus gewoon mijn haar verzorgd, hè? Kijk hoe mooi. Er zit gewoon verzorging, Olaplex, alles in. Het zal wat sneller uitzakken, maar als dat de manier is, gewoon een beetje moes erin en wel je haar nog steeds kunnen verzorgen, ben ik blij. Want vorige week vond ik niet lekker voelen, maar het was wel mooi. Oké, uiteindelijk heb ik alles weer gehaald. Ik heb een Stitch sleutelhanger voor haar. Ik vind ze heel leuk. Is dit slim deze stickers nu gebruiken? Nee, maar een plakband is er niet, want die pakt iedereen altijd en legt het niet terug in het kantoor. Ja, en hopelijk past die panda hierin. Deze heb ik dus echt al heel lang geleden gekocht. Geweldig, als je van panda's houdt en je krijgt dit. Echt leuk om ook van je juf te krijgen, lijkt me. Yes, het past. Ik had gewoon nog die mini panda, waar is die dan? Die kan ik niet meer vinden. Is niet erg, dat is toch een heel klein dingetje. Hoppakee. Oké, ik ben kwart voor bij de APK en dan moet ik om 4 uur bij bijles zijn, dus let's go. Yes, water mee versporten. Goodbye. Wat is lopen toch fijn. Heerlijk weer, ik heb het ook gewoon te heet in deze jas. En ik heb 3 minuten van de tijd ingehaald, olé. Oh jongens, wat is het lekker weer. Toen ik wegliep dacht ik, het is te warm voor mijn jas. Zal ik hem nog even wegleggen? En toen dacht ik, nee, het is misschien te koud. Maar ik heb nu natuurlijk een auto. En het was, dus ik heb geen jas meer nodig, maar het was echt, ik ben helemaal bezweet omdat ik zo hard heb gelopen. Ik heb 3 minuten ingehaald van de Google Maps tijd. En ik vind dat Google Maps altijd best wel een snel tempo heeft. Oh, chill, ik ben er over 7 minuten, 4:05. Top! Ah, deze auto had alleen maar APK, verder geen reparaties. Chill. Oké, ik heb het al bloedheet. Oh, maar wandelen is zo lekker. Daarom zei ik haal je auto wel. Dan heb ik weer lekker een wandelingetje gehad. Heerlijk. Ik hou ervan als ik een reden heb om te wandelen. Maar als ik geen reden heb, dan... ja. Dan ga ik ook niet zo snel lopen. Wel bizar dat het nu echt nog zonnig is en prachtig weer. En als ik uit bed is, kom over 1,5 uur, is het gewoon pikken donker, hè? Dan vind ik het wel heel lekker dat ik met de auto ben. Je ziet me echt bijna niet. Het is zo donker. Het was heel gezellig. Ze was zo onwijs blij met de spullen. Dat is wel echt heel leuk, hoor. Zo'n reactie. En wat hebben we vandaag geleerd in het boek met dingen die je moet weten voor je 13e? Dat we 's ochtends een centimeter langer zijn dan 's avonds. Want gedurende de dag gaan de kussentjes tussen je wervels, die vullen zich in de nacht met vocht en water. En gedurende de dag verdwijnt dat weer, als ik het goed uitleg. En dat wist ik al wel, dat zeepaardjes, dat de mannetjes de baby in de buik krijgen. En de vrouwtjes hebben wel eicellen en de mannen zaadjes, maar de mannetjes hebben een buidel in hun buik waar de baby dan in groeit. En de vrouwtjes stoppen hun eitjes in de buik van het mannetje zeepaardje. En het mannetje voegt dan zaadjes toe. Super apart. Als je erover nadenkt, dan denk je toch, hoe kan dat? Dat is toch het enige wezen, organisme, hoe je het ook noemt, op aarde, dat dat heeft. Waarom? Kan iemand mij dit uitleggen? Ik vind dat echt heel interessant. Alright, let's go. Wow, dit is lekker thuiskomen met een poesie sowieso. En weer een heerlijke maaltijd. Ziek lekker. Tacos, zwarte bonen, kip, sla, champignons, tomaat, ui, komkommer, avocado. Oh. Hi poesie. Poesie is gek geworden. Yummy in my tummy. En eiwitten in bonen zijn heel chill voor na het sporten. En kip. En ha, hoe stelt 3,5 jaar? Dit is trouwens een veel handiger manier om het te eten. Gewoon door de helft breken. En dit spul komt dus ook volgens mij aanstaande zondag in Babbelhap. Dit moet je kopen. Zo lekker, niet normaal. Good morning.
En vandaag voor de eerste tijden weer een beetje op tijd opgestaan. Ik heb even wat kleren opgeruimd boven. Want het was gek. En gewoon kleren die ik nog moest opvouwen. En ik heb dit weer ingedaan. Oh, maar ik heb hem wat strakker gebreid. Ik heb het dus wel, terwijl ik in de spiegel keek, gedaan. In plaats van blind, zeg maar. En wat strakker. En daarna een klein beetje met water zo vochtig gedept. En ik ga dit nu gewoon de hele middag laten zitten tot mijn bonusdochter thuis komt, denk ik. Waarom niet? We'll see. Er zit nu natuurlijk moes in. Ja, waarom doe ik dit nou weer in? Ik ben alleen maar bezig met krullen. Ik vind die moes dus gewoon niet lekker voelen. Toch niet, al doe ik het niet hier. Dus ik zat de hele tijd te borstelen en ermee te klooien. Omdat ik het gewoon niet lekker vind voelen. Dus die krul is er alweer bijna uit. Oké, en ik ga nu lekker aan babbelhap werken. Want mijn doel is om deze week, het liefst donderdag voor de gast komt, wil ik babbelhap zo goed als af hebben. Ik wil gewoon dit keer niet het hele weekend hoeven te werken. Kan trouwens ook niet, want we hebben zaterdag plannen. En zondag is de baby shower. Dus het moet gewoon eerder. Dus gewoon begin van de week editen, knallen en daarna tijd voor andere dingen. Dat is wat ik deze week ga proberen. Dit is heel grappig. Ik maak nooit zoiets, want het is totaal niet colorblocking. Je ziet helemaal niks van wat erop ligt. Maar ik had heel veel honger. Dus ik dacht, ik ga weer een keer gewoon een boterham eten. Een goede vullende boterham. Ik weet dat ik anders honger heb als ik alleen een avocado of zo eet. Dus ik heb bruinbrood uit de vriezer geroosterd. En dan sla erop gedaan. Avocado, bosui, koriander, tagine, zout en peper en een klein beetje yoganese onderop. Nou, je ziet er dus helemaal niks van, want alles groen is. Maar dit is echt heel lekker. Ik eet bijna nooit meer brood. Maar ik heb echt trek en ik heb heel lang zitten editen. En het is al 1 uur, dus ik ga dit nu lekker eten. Lekker aan het koken. Kijk, ik ben lekker aan het testen voor oud en nieuw. Oeh, yummy yummy. Kijk hoe lekker, jongens. Je ziet het binnenkort terug in Bubble Hop. Het was zo lekker, mijn eigen recept. Dit is wel handig, want voor ik babbel opneem wil ik eigenlijk eerst alles geoefend hebben. Dus ja, eerst hadden we natuurlijk alleen maar dips, maar nu gaan we echt naar normaal eten. Dus dan kan ik gewoon de week ervoor of in dezelfde week het keertje oefenen en dan is dat gewoon ons avondeten. En dan ben ik helemaal ready voor de aflevering. Dat is nice, want dips, ja, elke week een dip heb je niet nodig, maar avondeten moet je toch. Hij is echt bueno. Ik ga nog even één klein dingetje doen, fine-tune. Ik heb toch een beetje deeg over, nog even testen. Maar echt super lekker. En dit dingetje had ik trouwens in mijn vorige vlog gelinkt. Maar toen had ik me helemaal niet laten zien. Misschien link ik hem ook in deze. Als ik het vergeet moet je even zeggen. Maar dit is dus zo'n hoodie ding. En hij is wat korter en wat kleiner. Er zit elastiek in. Dus ik vind hem eigenlijk het leukst om gewoon lekker een beetje als zo'n trui-achtig voor thuis te dragen. Maar hij kan dus ook gewoon zo. Oké. Good morning. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Nu alweer. Echt heel snel. Maar het wordt super snel vet ineens. Toch door de moes of het krullen of omdat ik het dus nu gewoon vaker was. Ik ga nu lekker de deur uit, want de hulp komt zo. En als zij komt, dan ga ik kletsen. En ik kan me dat vandaag even niet permitteren, want ik heb vandaag ook een extra bijles. Omdat het 2 keer niet doorging. Dus ik ga nu weg. Ik ga stemmen. Stempas. Ik weet nog steeds niet waar ik op ga stemmen. Ik ga sporten. Ik ga nog wat boodschappen halen. Ik ga nog een paar dingen in de stad. Een oliebollen moet ik halen. Dus ik moet een aantal dingetjes doen. En 2:15 begin bijles. En ik wil eigenlijk ook nog heel veel op mijn laptop werken vandaag. Dus ik ga nu weg. Want dan ben ik meteen lekker vroeg alles doen. First stop is even lekker een blue butterfly laten. En nu weer door. Next stop. Bakblik terugbrengen. Ik hou zo erg van het Weekend X. Dit is toch ook geweldig. Zo'n kaarsendover met een kerstboom. Dit merk vind ik sowieso altijd heel leuk hier. Ik heb trouwens echt al heel veel boodschappen gedaan. Ik zal straks even alles laten zien. Deze espresso koffiekopjes. Oh mijn god, het is allemaal zo schattig. Dit ging net goed. Het is allemaal heel schattig. Niet normaal. Het is dat ik niet zo heel graag mijn kerstspullen koop. Omdat ik denk, het is zonde voor die 2 weken per jaar. Dus, ik heb gestemd. Ik heb nog eventjes van alles geluisterd vandaag. En ineens wist ik wel een beetje beter wat ik wilde. Ik heb wat dingen gekocht. Ik heb een paar dingen beneden gelegd. Dus die moet ik later even laten zien. Bij de Flying Tiger heb ik nog 4 dingen als aanvulling voor de boom. Deze oester. Deze nigiri met garnaal die ik helemaal niet lekker vind. Maar ik hou wel van sushi natuurlijk. En je ziet hem niet heel erg, maar ik vond hem toch leuk. Deze augurk of komkommer. En als laatste nog een blokje kaas. Ik hou ook niet van dit soort kaas, maar ik hou wel van kaas. Dus vond ik wel leuk. Bij de Solo 2024, want nergens liggen nog oud en nieuw dingen in de winkel. Maar ik wil natuurlijk iets andere versieringen hebben morgen. Dus dit.
Voor in de oliebollen of zo met dit. Die stenen was ik kwijt, dus ik heb nieuwe gekocht. Dit is voor je hoofd, lichaam en gezicht. Ik wil eigenlijk alleen voor gezicht, maar ze hadden geen andere. Allemaal oliebollen voor de video, meerdere soorten. 10 voor 10 euro had ik gedaan. En ik vond ze ineens heel leuk om zoiets te hebben bij de drankkast. Van die chocola met sinaasappel en kersenbonbons. Wat skier, wat kaasjes voor vanavond. Dit moet ik heel snel in de vriezer gaan leggen, want dit is al bijna ontdooid. Maar dat leek me te leuk. Gyoza skins en dit is vanmorgen. En ja, zoveel is het ook niet eigenlijk. Ja, ja, bijles zit er weer op. Over 2 dagen weer. Het was even extra. En ik heb dus het Kayali pistache luchtje gekocht. Ik dacht dus van, oh my god, pistache is super lekker. Maar hij gaat tegenvallen. Ik vond hem ook tegenvallen. Ik heb hem vandaag even opgespoten. Maar uiteindelijk wordt hij dus heel lekker. Na een half uur of zo ruikt hij dus heel romig en lekker. Dus toen ben ik teruggegaan, heb ik hem gekocht, laten inpakken voor kerst. En toen dacht ik net, ja, kerst duurt te lang. Ik ga hem nu openmaken. Want ik heb ook de Kayali Vanille 28 besteld. Dat is mijn go-to parfum die ik bijna dagelijks draag. Want die nu 35% korting is met Black Friday. Dan doe ik die wel voor onder de boom. Ik wil deze echt niet pas over een maand op kunnen doen. Zo chill. Ik heb nu dus een jaar gedaan met 50 ml. En ik heb nog zoveel over. Dus met 100 ml ga ik echt 2 jaar doen. Maar goed, dit is dus pistachio gelato, hazelnut, sweet rum, whipped cream, marshmallow en cotton candy. En alle reviews op internet waren van, ja, het is niet echt zo zoet als je zou denken dat het is. Maar uiteindelijk, en ze zei dat hij heel erg snel vervaagt, ik vind hem echt geweldig. En ik had maar 2 spuitjes volgens mij. Dus ik ben ervoor gegaan. En die aanbieding is heel goed, want dit is nu 80 euro. Terwijl voor 50 ml betaal je ook echt wel 70 euro, dus 100. So I'm happy. Ik ga hem lekker opdoen. En ik vind hem mooi. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik nu gewoon wat... Weet je, met 100 hoef je niet zo mega zuinig te doen. Kan ik gewoon lekker. Ik heb nu echt heel zuinig met mijn vanille gedaan. Omdat ik weet dat Kayali nooit in de aanbieding is. En ik ervan uitging dat ik pas kerst, met de kerstsale zeg maar, weer een nieuwe zou kopen. Nou, blijkbaar met Black Friday is de sale dus nog beter dit jaar. Maar normaal doet dit merk helemaal niet mee. Dus nu heb ik hem na 11 maanden. Nou ja, dit is dus een ander. Maar die vanille heb ik ook had ik al besteld. Dus ik ben heel blij hiermee. Dus, het is bijna 12 uur. Ik ben heel goed voorbereid. Ik dacht, ik ga ook meteen alle outfits passen. Dan kan ik maar beter filmen. Ik heb hier vooral 2 dingen gepast. Maar ik dacht, waarom film ik het niet even? Ik heb bij Most Wanted besteld. En daar hebben ze dus ook XXL. En het is echt geweldig, want alles past perfect. Ik vind dit ook echt heel erg leuk. Beetje groen-blauw. Dit kan ik zeker aan. En ik wil het liefst met blote benen aan. Dat vind ik wel lekker zitten. Maar I love it. Dit is dus een optie. Dan ga ik het volgende aantrekken. Ik vind dit ook heel mooi. Het is natuurlijk de eigenaresse. Ze is nu best wel afgevallen. Maar normaal heeft ze een beetje dezelfde maat als ik. Of had ze dat? Dus ik dacht ineens van ja, misschien is het wel top. Maar ik vind het eigenlijk niet chill als alles leuk staat. Want de bedoeling was gewoon dat ik voor nu en volgende week een outfit had. Ik weet dat het een beetje donker is hoor jongens. Maar dan kunnen jullie het toch zien. Ik ben op dit moment 2 kilo zwaarder ongeveer dan ik wil zijn. Sinds 2-3 weken. Ik zie het ook in mijn vlogs aan mezelf. Dus dat is jammer. Maar de kleding zit allemaal heel leuk. Nice. Ik doe steeds het licht uit, want ik sta hier naked. En dan doe ik het licht weer aan om te kijken. Maar hier lijk je echt super lang in. I love it. Mooi. Ik dacht dat ik deze niet zo leuk zou vinden, maar ik wil dat weer een keer proberen. Maar ik vind ronde hoge halsen bij mij gewoon heel lelijk staan. Ik vind het jurkje trouwens wel heel leuk, maar niet voor mij. Maar ik vind het zo fijn dat alles gewoon een goede maat is. Kijk hoe leuk die glittertjes zijn. Heel leuk. Maar nee, dit is bij mij gewoon niet mooi. Deze vind ik zo op beeld heel leuk lijken, maar het echt minder. Maar het gaat natuurlijk om beeld. Doe trouwens even een duimpje omhoog voor deze kledingshop blog en laat weten welke je vindt dat ik had moeten kiezen. Maar ik vind het net een beetje oma qua model of zo. Terwijl op beeld vind ik het wel mooi. Ik denk dat jullie gaan zeggen dat jullie deze juist leuk vinden. Leuk dat er zoveel opties bij zitten, zeg. Wauw, deze is echt prachtig. Ik heb deze net in het roze gepast voordat ik met jullie ging... Wat is dit? Oh. Ik heb deze net in het roze gepast voordat ik met jullie ging filmen, zeg maar. En het leuke is, dit is een glitterstof, dus dat zit nooit lekker, maar hij is van binnen echt super zacht. Deze ga ik zo... Ik ga sowieso eigenlijk met alles in het daglicht nog passen om te kijken of ik het wil houden. Maar deze zou ik ook wel met kerst gewoon aankunnen. Ik vind het echt heel mooi. En ik heb nu steeds van die pakken gedragen in Babbelhap. Maar eigenlijk staat dat helemaal niet mooi. Heb ik net een blote buik en zo. Ik vond eigenlijk dat ik achteraf dacht, verkeerde kledingkeus.
Dit is glitter, maar niet too much. En het zit lekker. Dit vind ik heel leuk, maar misschien vind ik het voor Babbel op te saai. En had ik het eerder voor kerst gedaan dan voor oud en nieuw. Maar heel leuk. Erg mooi. Pretty. Ik vind deze niet heel leuk, maar ik vind het wel leuk dat alles gewoon past en alles prima zit. Nou, dit vind ik een soort heel breed maken hier, dark model. Maar dat alles past, dat ik echt denk, oh my god, is dit de webshop voor mij? Heel blij mee. Dit wordt het niet. Maar ook, het is wrap model, maar het gaat niet open. Het zit echt, er is echt goed over nagedacht. Het valt hier niet open, het zit hier niet vervelend. Top, maar dit vind ik een soort breed maken. Dan hebben we nog dit jurkje. Ik vind de kleur niet mooi en hij is een maat te groot. Ja, deze valt dus heel groot. En het is een heel dun stofje, maar ik ben dus wel heel benieuwd hoe deze maat kleiner gaat vallen. Helaas heb ik deze dus in 3 kleuren besteld. Ik weet niet waarom ik deze in 3 kleuren heb besteld. Ik weet dat ik in groen ook, maar die ga ik niet passen, want... Nee, dit doet niks. Ik vind het ook niet per se heel leuk. Nee. Wauw, deze staat echt mooi. Dit is dus ook een hoge jurk. Het schoudervulling, maar het zit niet heel lekker of zo. Die schoudervullingen voelen heel goedkoop. En dit hier, je nek zit niet lekker met die stof en zo. Maar ik vind het wel echt mooi staan. Maar ik ga hem niet houden. Maar wel mooi. Wel een heel dun stofje, maar ja, wel mooi. En dan weer zo'n strak jurkje. Waarschijnlijk gaan jullie bij al die strakke jurkjes zeggen dat jullie dat mooi vinden. Maar ik vind dat dan toch... Ja, ik vind dat dan toch spannend of zo. Heel strak. Ik heb nu trouwens geen BH aan. Dus je ziet ook echt geen tieten. Ja, het is wel mooi. Maar voor Babbel vind ik het misschien wel weer een beetje saai. Maar het is wel sexy. En dan hebben we nog een playsuit die ook gewoon prima zit. Maar hij is gewoon zwart. Dus het vind ik te saai. Waarschijnlijk was ik gewoon benieuwd. Ja. Heel dun stofje, maar wel gewoon leuk. Dit is dan ook nog een playsuit. Ik hoopte dat deze wel leuk was. Die had ik net off-cam aangetrokken. Maar ik zie nu dat die... Ja, dit is niet mooi. Dit ziet er niet uit. Jammer, want dit is wel... Ik vind het ook helemaal niet leuk zo'n camera. Maar het is wel zilver. Maar... Nee. Oh, jammer. Ik dacht eigenlijk dat dit leuk was. Maar... No. En dan als laatste hebben we nog de zwarte jurk in het roze. En deze kleur haalt niet per se heel mooi bij mijn eigen huid of zo. Ja, het is wel roze. Het valt een beetje weg, hè? Het is mooi als je er donkere huid hebt. Dat was het. Bye bye. Ik ga slapen, want het is al laat. Oh ja, als laatste heb ik dit superleuke jasje. Niet voor Babbel, gewoon voor mezelf. Ja, ik heb nu geen broek aan, dus ik kan... Hij loopt tot hier. Maar die wil ik echt even met daglicht zien. Ik vind dit soort jasjes soms te much, maar ik heb het idee dat deze dus heel leuk is. Alleen, soms vind ik de glitters te much en soms hou ik meer van grijs dan zwart. En dit is echt zwart, dus dit moeten we nog even bij daglicht bekijken. Als jullie hem niet meer zien, dan heb ik hem niet gehouden. Voor wat ik nu zie, vind ik hem wel heel leuk. Ja, ik ben nog nooit zo van het zwart-zwart, maar... It looks nice, oké. Okay. Oh nee, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar allemaal steentjes zitten los. Ze zitten gewoon met lijm vast, wat dom. Dat vind ik echt een stomme keuze van, dus dat valt er gewoon af. Zie je dit? Allemaal los. Mega zonde. Ja, heel zonde zeg. Ik vind hem echt heel leuk. Allemaal, ik ben een beetje ingekookt. Mijn haar ook. Mijn gast van vandaag was iets later. Het is al 4:30. En ik denk dat ze ieder moment kan komen. Ik heb echt 1000 keer mijn haar opnieuw gedaan en zo. Maar uiteindelijk is het nu helemaal ingestort. Hetzelfde geldt voor mijn make-up. En ik heb helemaal van die tranende ogen en zo. En ik val in slaap. Dus ik ging met buiten jumping jacks. Ik zit natuurlijk al sinds 1 uur soort van ready. En ja, ik dacht, ik zorg gewoon voor dat ze klaar is. Maar ik wist al dat ze afspraken hiervoor had hoor. Dus het is helemaal oké. Okay. Maar ja, op een gegeven moment stort je een beetje in. Dus ik dacht echt van, zou ik nog eventjes buiten een rondje gaan lopen. Maar ik weet niet precies hoe lang ik nog heb. Dus ik ging maar gewoon even op het terras rondjes lopen. Jumping jacks doen. En nu ga ik weer mijn make-up opdoen. Gelukkig heb ik dus die lampen. Ze zijn niet super goed, maar het is genoeg. En je kijkt dus eigenlijk, zij dan in een donkere kamer straks. En dan, want als ze gaan filmen, is het waarschijnlijk zwart buiten. En dan kijk je dus het van die witte studiolampen. Ik vind dit pakje dus super leuk. Maar op het beeld, op de camera, vind ik het allemaal minder mooi. Het komt denk ik ook door dat felle witte licht. Ik hoor een auto. Dat je dus natuurlijk, ja, je lijkt witter en zo. En zo'n fel wit licht op je is toch iets minder chill. Maar ja, het zorgt er wel voor dat we nu gewoon nog kunnen filmen. Ik ga denk ik nog rode lippen doen.
Ja, vanochtend voelde ik me wel fresh, maar toen op een gegeven moment stort ik dat gewoon in. Can happen. En die oogschaduw heb ik er ook al 1000 keer afgehaald. En dat ik gewoon geen oogschaduw doe. Ik hou gewoon niet zo van veel make-up. Wow, het begint nu al donkerder te worden. Kijk, je ziet aan mijn hoofd dat ik een soort eruit zie alsof ik heb gehuild. Heel moeig. Ik krijg het niet wakker. Mijn haar is ingekakt. Oeh. Nou, let's wait for my guest. Ik heb trouwens letterlijk niets gedaan vandaag. Ik kan dan gewoon niet als ik... Ik moest zeg maar net op Instagram kijken van of ze dan ging zeggen van ik kom er nu aan. Want ze wist zelf ook niet hoe lang, want ze had een afspraak bij de kapper. Dus eigenlijk kwam het vandaag niet uit. Maar ik zei, maakt niet uit, kom maar na de kapper. Maar dan ga ik dus de hele tijd op Instagram kijken van, is er al een bericht gestuurd natuurlijk? En dan kan ik dus niet ondertussen iets anders doen. Maar als ik nu achteraf terugkijk, denk ik, ik had echt letterlijk gewoon 3 uur lang nu mijn babbelap aflevering kunnen editen. Maar omdat ik dan steeds denk, oh misschien zo, weet je wel, dan... Dus dat is misschien ook weer een les voor mij. Dat de volgende keer als iemand gewoon die dag te druk heeft eigenlijk. Dat we dan beter een andere dag kunnen zoeken. Maar ik wilde zo graag met haar deze aflevering filmen. En zij is super druk. Dus ik dacht, we doen het gewoon. Maar ik kan gewoon niet... Als ik weet dat ik straks een afspraak heb, dat heb ik dus altijd. Kan ik niet echt daarvoor iets doen. Wat je ook vaak op van die... Het raam staat trouwens open, daarom de herrie. Maar wat je ook vaak op van die ADHD filmpjes ziet toch? Van, hi, waarom ben je niks aan het doen? Ja, we moeten zo weg. We moeten over 8 uur pas weg. Ja, weet ik. Maar ik ben me nu wel vast mentaal aan het voorbereiden. En ik ben er wel iets beter geworden. Maar als ik dan zeg maar wist van oké, we gaan pas om 6:30 of zo filmen. Dan had ik iets kunnen doen. Maar als ik het dus niet weet. Dan vind ik het dus heel moeilijk om iets nuttigs daarvoor te gaan doen. Dus ja. Maar goed. We kunnen wel echt meteen beginnen. Mijn kruiden had ik gisteravond dus al helemaal gewogen. En de steeltjes eraf gehaald. Dus die zijn nu allemaal soort van dood en verdroogd. Maar ik wist natuurlijk niet dat ik vandaag zoveel tijd had om alles voor te bereiden. Dus ja, live. Oké. Okay. Bye bye, goeie fly. Wat ik dus tegen... Ik deel het zo. 1 tip is dus hem hier pakken. Dat heb ik van Enzo Knol geleerd. Dat is een goeie. Gewoon uit zijn vlog. Dan is het veel minder shaky. Mijn guest is er, jongens. Ik had nog niet verteld wie er komt. Zo leuk. Heel leuk. Helemaal Zoetermeer. Ja, echt ver. Vanuit Brabant. Ja, het was wel echt een tour, maar ja. Zo, ik ga Kimmy even tips geven over de camera. Ja, die kan ik wel gebruiken. Ja, even kijken, dat was een tip, hem zo vasthouden. Maar ik heb hem dus op dit ding. Maar hoe kan het dan? Ik vind het ten eerste heel zwaar. Maar misschien gaat hij gewoon een beetje zo. Ja, dat doe je zodat je meer kan zien van de omgeving of zo. Op een statief. Ja, ik weet niet, het leek me gewoon logisch dat je zo'n ding hebt. Ik weet niet. En ik vind het handig om hem neer te zetten, maar... Ik merk ook gewoon, ik denk dat die instellingen ook nog niet helemaal goed zijn. Zal ik even kijken? Ja, heel graag. Want sowieso, dat is dus het... Zwaar, hè, dit ding? Heel zwaar. Ja, we hebben dus wel dezelfde, maar toch. Ja. Poesie is een soort van de verleider hier altijd. Ze vindt me lief en ze zit met haar voetjes in mijn rug. No. Zo lief. Je bent echt een hondje. Ja. Ik met die voeten. Zit zo. Voel me aan het Ik zit hier ook echt met 2 camera's. Oké, mijn audio moet denk ik iets lager, want jou is het iets lager. Ik heb het nu ineens heel heet. Oeh, spanning. Jij? Ze praat niet terug, hè, poesie? Nee, niet echt, nee. Oh, fresh air. Oh! Wat was dat? Poesie, denk ik. Nee, het was het kleed. Maar ze is wel naar buiten. Ja, poesie, dan moet je daar wel even blijven. Oké, doei. Wat heb je daar buiten? Een heel terras. Oh. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Maar we hebben net babbel gefilmd. Yeah. Hoe vond je het? Ja, heel leuk. Ik vond het wel spannend hoor in het begin, maar ik vond het heel leuk. Ja, trouwens, ik nam een beetje jouw zenuwen over, maar echt volgens mij na 10 seconden waren we het al vergeten. Ja, vaak als je begint dan op een gegeven moment... Ja. Maar ik heb wel altijd een beetje woordenkots, dat je dan alles zegt en weet je later achter zeg ik allemaal. Maar merk uiteindelijk, omdat je gaat koken ben je heel erg gewoon ja, in een chille vibe, hè? Leid je een beetje af, ja, precies. Hi Poesie, gezellig met z'n allen, hè? Ja, ze is heel lief. Ik vind het heel gezellig, maar ik vind wel dat jij zo naar huis moet gaan. Ja, ik ga. Ik ben ook een beetje ingestort. Ja. Maar ik vond het heel leuk. Ik ook. Ik vond het echt wel leuk om hier te zijn. Het was echt gezellig. Het was echt leuk. We hebben ook in die babbelap gehoord dat je zegt, leuk, lekker, lekker. Ja, wij begonnen echt zo, leuk. Ja, maar je neemt het ook van elkaar over, toch? Ik neem heel erg iemands ding over. Ik ook. Ik ga je dan gewoon napraten. Ga ik ook zeggen, oh nee. Maar ook gewoon als ik in een ander dorp ben, dan praat ik ook zo. Dan ga je gewoon zo praten. Ja. Dus opraden. Nee, het was zo gezellig, jongens. Echt leuk. Hij komt dus de week voor Oud en Nieuw online. Ik weet even de datum niet. 24. Kerst is het dan volgens mij. Oh, dat is echt nog.
Dus allemaal kijken. En duimpje omhoog. Het is wel bijna 2:30 s'nachts. Maar ik moest gewoon vast de beelden bekijken en de winactie bewerken. En ik ben zo blij. En we zitten te appen en ik stuur wat filmpjes door. En Kimmy is ook zo blij. Het was zo gezellig. En elke keer, ja, ik zei het vorige keer ook, maar ik ben gewoon zo blij met dat het zo leuk was. Je weet het toch niet. Je hoopt dat iemand net zo leuk is als dat je dacht, maar je weet het niet. Dus ik bereid me altijd gewoon vast voor op geen teleurstelling. Dus misschien is iemand niet zo leuk als je had verwacht. Maar net als bij Stijn is Kimmy zo ontzettend leuke meid. Dus ik ben helemaal blij. Nu moet ik wel echt gaan slapen. Dit is echt heel dom, maar het beeld is mooi, joh. Haar outfit on point, hoe ze eruit zag. Daar kan ik ook zoveel genieten als je aan het editen bent. En dan zie je zo'n prachtige look en al die kleuren. Echt wauw. Dus ik ga voor volgende week de laatste feestaflevering ook echt nog even iets glitterigs en kleurrijks zoeken. Want ik had dus uiteindelijk dat zwart aangedaan. Dus dat een beetje matchen met glitter. Maar ik vind kleur toch wel nog veel leuker. Dus ik ben helemaal blij met hoe het eruit ziet. En nu ga ik echt naar boven. Ik hoef alleen nog maar even mijn tanden te poetsen. En I'm happy. Good morning, ik heb lekker een rustige start van de dag na gisteren. En ik heb lekker to good to go brood geroosterd met vegan mayo, avocado, tomaat, bieslook, tahin, poeder, kruiden, zout en peper. Ik had ook alles gewoon lekker in de koelkast liggen. Helemaal heerlijk, allemaal kleine broodjes. Yummy. Wow, yo, ik kan niet eens mijn camera stil houden. Zo hard waait het hier. Wow. Wow. Hallo allemaal, ik heb helemaal niks gevlogd, maar we zijn heel lekker aan het wandelen geweest. Het waait super hard, maar het is zo lekker. En waar, ik weet eigenlijk niet waar we zijn. We zijn nu in een soort museumwinkeltje. Ik weet dus niet waar dit is. Waar zijn we nu eigenlijk? Meijendel. Meijendel? Meijendel. Meijendel. Oh, jongens, het staat ook gewoon hier voor mijn neus. Meijendel zijn we. We zijn hier gezellig met z'n drietjes en met Koen en Henny en Meile. En het wandelen was zo lekker. Ik krijg, voor mij voelt wandelen alsof ik een soort van 10 kopjes koffie op heb. Echt helemaal energie. Heerlijk. Ja, hier zijn we doorheen gereden. Dat herken ik aan de mooie huizen. En waar is Zoetermeer? Zoetermeer zit hier zo. Oh, raar dat er niet op staat. Nee, ja. Ik kan niet anders erop zetten. Hè? Bij Leidschendam. Dit is afval. Oh, wat erg. Oh, deze breaker met zonnebloempitjes is zo lekker trouwens. Heerlijk. Oh my god, kijk hoe lekker. Ik heb salade geitenkaas. Ja, moet een bestek pakken. Ja, bestek ligt in die bakker daar. Yummy, glühwein. En die salade was echt mega lekker. Ik heb nog nooit zo vol gezeten van een salade. Ik ga voor het eerst sinds heel lang weer een keer pasta pesto maken. Als jullie het een keer in babbelappel zien, laat even weten in de reacties. Nee, jij wel. Of je even mijn luier wil verschonen. Nee hoor, ik heb geen hulp nodig. Bedankt. Nee hoor. Pecorino. Yummy. Dit is zo'n geheime kluisgreep, maar nou de perfecte bewaarplek voor het grote boek. Ze hebben gelijk het grote boek erin gedaan. Oké, ik ga weer de fruitmand van morgen opnieuw vullen. En de hele mand op zich. Dus weer met alle spulletjes. Nee, vraag. Kijk. Oh, je ziet het echt niet, maar hij is gewoon fel groen. Maar op dit beeld lijkt hij niet groen. Hij is echt een prachtige kleur. We hebben lekker pasta pesto. Lekker salata. Ja, maar daardoor wordt hij een soort oranje. Nou, hij is heel lekker. Ik moet gewoon even met een gewone. Ja, met een flit. Dan zien mensen hoe lekker groen die is. Bedankt. Waarschijnlijk wordt hij dan wel groen. Ja, nu al zie ik het. Yeah, en nu nog eventjes in de... Juist, dit is de kleur die we willen zien. Yummy. Ja. Jongens, het is het koud. Bizar. Ik heb ook even, ik wil echt op tijd zijn, dus ik heb geen tijd om mijn winterjas van boven te pakken. De meest voor de hand liggen. We hebben gisteren nog, ik heb benzine toch, yes. We hebben gisteren nog buiten gewandeld. Ik zal niet, toen we natuurlijk bewogen, maar het waaide mega hard. Maar het lijkt alsof het nu echt veel kouder is. Dit is de babyfoto die ik mee heb. Ik heb expres eentje gedaan waarbij je wel van die grote ogen ziet. Maar niet de kleur, vond ik wel grappig om te, want ik weet... Mijn beste vriendinnen heb ik waarschijnlijk al vroeger gebombardeerd met babyfoto's van mezelf. Omdat ik het altijd zo super leuk vond om te laten zien. Dus ik dacht, ik maak het er niet te makkelijk. Ik hoop niet dat er nog tijd bij komt op de route. Ik was best wel op tijd, maar ik ben nu achteraf iets later dan ik wilde. Heb ik alles? Ja. Ik kom nu... Oeh, dit wordt nog spannend. Doet deze het niet? Wat irritant zeg. Daar was ik al bang voor.
Ik kom nu 10:15 aan. We moeten er 10:30 zijn. Maar het is... Oh, dit maakt herrie. Zeg maar in de stad. Dus het is nog 5 minuten lopen. En... Oh, ik heb echt een warme... Lekker iets moeten halen ergens. Oh, mijn ramen ook, joh. Ik weet dat ik gisteren echt heel weinig heb gevlogd. Maar het is zo lastig als je met mensen bent die gewoon niet op socials willen. Hoe gaat dat achter? Ik weet niet hoe dat achterding moet. We hadden deze oplader niet. Oh, ik ga eerst verwarming aan doen. Het is echt koud. We hebben gisteren zo'n ongelooflijk leuke dag gehad. Niet normaal. Ik heb trouwens best wel... Oh nee, ik vergeet nu iets heel belangrijks. Een ketting om te doen. Thank the Lord. Oh, deze is kapot. Oh nee, ik vind het zo stom zonder ketting. Maar ik ga het niet nu terugrijden om een ketting te pakken, toch? Nee, het slaat echt werkelijk waar nergens op. Oh nee, dat is dus echt zo stom. Denk je, oh, ik pak wel beneden een ketting. En meestal denk ik dan, doe maar voor de zekerheid vast een ketting om. Ik wil eigenlijk wel een ketting pakken. Ik vind het heel stom zonder ketting. Zou ik het doen? Ja, sorry. Heb ik je leuke kleren aan? Ik ga het doen. Heel snel. Het hangt dus beneden in mijn kantoor hangen allemaal zilveren kettingjes. Dus elke keer wil ik dat pakken, maar denk ik, doe voor de zekerheid boven vast een ketting om voor het geval dat je dus het vergeet. En dit keer dacht ik, ik vergeet het niet. Maar ik moest ook een babyfoto pakken beneden en mijn matje opdrinken omdat ik het niet meer kon tillen omdat deze mand zo groot is. Dus nou. Mijn kantoor is letterlijk hier voor aan de deur. Dus ik ga het nu gewoon doen. Oei. Gewoon heel snel een ketting pakken, oké? Okay? Laat de auto gewoon aan. Doei. Oké, dat was denk ik 1 minuut. Ik heb 2 kettingen gepakt. Oh, het is inmiddels wel lekker warm. Goodbye. Oké, laat weten of je ook terug was gegaan voor de ketting. Waarschijnlijk gaat echt niemand zeggen dat hij terug was gegaan. Dan gaan we weer. Oh, 3 minuten duurde het. Wow. Het is toch altijd langer dan je denkt. Net als bij plassen op langs de snelweg. Ik heb een soort matte. Met een munt. Van RVS, zeg maar. En zo niet RVS. Ik had meer glim met een hartje. Maar aan de ene kant vind ik shiny wel bij deze outfit passen. Want ik heb glitterschoenen en glitters in mijn jasje. Maar aan de andere kant vind ik dof hier wel bij passen. Omdat dit heel erg zo'n of kleurtje is, weet je wel. En ik praat echt van de hak op de tak over gisteren en over dat ik te kort heb geslapen. Nou, het was een hele leuke dag gisteren. Maar jij wil allemaal niet op social media. En ik had ook echt eventjes weekend. Het is niet dat ik dan niet vlog. Ik vlog eigenlijk altijd. Ik vind vlog gewoon heel leuk. Maar ik had helemaal de weekend vibe ook. Dus ik heb er ook echt minder aan gedacht om te vloggen. En ik dacht, vandaag ben ik in mijn eentje op stap. Moet ik ziek lang rijden. Nu nog 1,5 uur. Dus dan weet ik al dat ik veel ga vloggen. Maar ik doe nu even mijn camera weg, anders wordt het heel veel editwerk. Oh, ik ga weer vergeten naar gorgels luisteren. Want ik had heel lang geen oortjes in de sportschool, dus ik heb lang niet geluisterd. Dan denk je altijd, ik heb heel veel om te luisteren. En uiteindelijk heb je echt... Het duurt zo kort die afleveringen. Heb je uiteindelijk nog heel weinig. Ik vind dat mijn auto heel veel herrie maakt van binnen. Ach, het is zo ver, Zoetermeer, Deventer. Vanaf Weesp is het volgens mij 1,5 uur korter of zo. Maar het is echt ver, Zoetermeer. En over 2 weken gaan we dus ook logeren. Dus gaan we toevallig weer naar Deventer. Terwijl ik daar echt al 3 jaar niet weg geweest. Zo stom zo ver weg. Ach, jammer. Maar ik heb er wel zin in. Lekker zo met mijn eentje op avontuur in de auto. Het voelt er helemaal, jee, ik ga niet naar Zwitserland of zo. Maar toch voelt het zo als een avontuur. Ja, er is echt heel veel herrie volgens mij. Sorry, ik moet niet te lang gaan vloggen. In ieder geval gisteren. We hebben ook zoveel leuke filmpjes, maar ik kan het allemaal niet delen. Maar we gingen dus ook de schoen zetten met z'n allen en zingen. Koen ging weer piano spelen. Henny ging helpen met de la, die helemaal vol met zooi lag, lekker uitruimen. Een beetje de boodschappen samen doen, lekker koken. Het was zo'n knusgezellig dagje. En dan daarvoor ook nog dus lekker allemaal dat wandelen in die mega wind en zo. Het was echt heerlijk. Lekker daar nog gegeten, heerlijke salade was het. Zo gezellig, echt familiedagje. Het is echt, het zijn zulke leuke mensen. Ik hou echt van ze en hun dochtertje. Het is zo leuk. En je krijgt zoveel liefde van zo'n kleine frummel. Als ze naar je toe loopt en haar armpjes wijd doet van ik wil dat je me knuffelt. Of echt. En dan had ze op een gegeven moment honger. Dus ze gingen, ik had al vers pasta gemaakt, pesto gemaakt. En
salade en er moest alleen de pasta er nog in. Op een gegeven moment kreeg ze echt honger en dan gaat ze echt huilen omdat ze honger heeft. Dus ging ik er ook zo tillen en dan gingen we samen de pasta kijken of de pasta al goed was. En dan mocht zij zo'n sliertje zo blazen en dan mocht ze het proeven, weet je wel. En dat vind ik dan, ik weet niet, ik kan er helemaal van genieten. Het is heel ontzettend leuk. Ik heb trouwens besloten dat ik misschien wel weer aan de pil ga, aangezien we nu toch geen kinderwens hebben nog. En dan, ik moet zeggen, ik was er echt al 3 jaar geleden of zo mee gestopt, omdat ik dus juist dacht van, oh nou ja, pil is niet heel goed voor je. En ik zit in een serieuze relatie en misschien willen we wel vroeg kinderen of wat dan ook. En dan zijn al die hormonen vast uit je lichaam, ik weet niet, zo dacht ik. Maar nu heb ik iets van, ja, we willen dat nog helemaal niet. En ik heb zo ontzettend veel last van menstruatie. Dit is nu de, ja, vandaag is de, na, zeg maar, halverwege deze dag gaat dan de derde dag in. Dus dan ben ik, zeg maar, 2 volle dagen ongesteld geweest. En ik ben 2 dagen echt heel heftig ongesteld. En dan nog 1 of 2, 1,5 dag ben ik nog ongesteld. En daarna is het gewoon klaar. Maar die 2 dagen, echt letterlijk, ik bloed echt leeg. Ik heb zoveel pijn. Ik moet zeggen, deze sessie is echt nog best oké gegaan. Ik weet niet. Ik ben, ja, vrijdag heb ik dus mijn bijles afgezegd. Omdat ik zoveel buikpijn had. Echt erg. Ik dacht, ik kan het wel 1 keertje afzeggen. Ik heb hun nog nooit echt afgezegd. Ja, 1 keertje gezegd dat ik niet kon, omdat ik dus met Stijn ging filmen. Maar ik kon niet. Ik voelde me zo slecht en heb nog de mazzel dat ik dus thuis werk. Maar zo ontzettend veel pijn. En ik weet, toen ik aan de pil zat, was ik echt bijna 1 week ongesteld. Maar veel minder bloed, zeg maar. En ook die pijn veel geleidelijker. Dus ik dacht, misschien moet ik gewoon weer aan die lichte pil gaan. Ik weet dat het niet per se goed voor je is, maar ik heb er nooit klachten van ervaren. Ik heb echt nooit klachten van gehad. Dus dan zie ik van dat ik dus precies met eerste en tweede kerstdag weer ongesteld word. En dat is gewoon zo balen. Want je bent meer opgeblazen. Je zit minder lekker in je vel. Je hebt sowieso veel honger. Dat is wel goed met kerst. Na honger, dan heb ik geen zin in dingen waar ik normaal geen zin in heb. Het valt reuze mee bij mij hoor. Maar zoals gisteren had ik dan echt zin in die sinaasappel chocolaatjes. Kan je doorrijden, auto? Dank je. En emotioneler, dat wel. Maar dat is allemaal niet het ergste. Maar die pijn, het opgeblazen is ook natuurlijk vervelend. Maar die pijn is echt, echt niet chill. Echt niet leuk. Dus ik zat erover te denken om misschien, en misschien werkt het dan al voor aanstaande maand, zeg maar. I don't know. Ik heb zoveel zin om tegen jullie aan te kletsen, maar het is heel veel herrie nu. Dus, nou, in ieder geval, ik ben als het goed is perfecto, mundo, zeito. Ik ben er. Wie haalt er ook met zijn oorbel wimpers uit de knoop? Sommige waterproof mascara vind ik altijd dat het zo hard wordt en dan van die... Als je dan er even iets af probeert te halen, dan trek je meteen hele wimper eruit. Oké. Okay. Ik moet echt ziek nodig naar de wc. How far is het lopen? 300 meter maar. Oh. 8 minuten lopen. Oh. Dat is wel ver met deze mand hoor. Het is echt heel zwaar. Stop nou eens met zeiken, boos heb je schijken, paracetamol mollen. Anders. Oh, een tampon! Oh, halleluja! Ik heb geen tampons meer, dus ik heb er 1 in. En ik moest halen. Ik zit oogschaduw altijd alsof ik ziek ben ofzo. Maar ik wil eigenlijk gaan lopen, want ik moet echt de ziek nodig naar de wc. Wij zijn 10 minuten later, zegt die man. Oh, degene die met mijn vriendin komt is 10 minuten later. Oh, eeuw. Nou, ik denk dat ik gewoon bij de eerste plek waar ik naar de wc kan, naar de wc ga dan. Want ik moet echt ongelooflijk nodig. Oprecht echt heel nodig. Sta ik op een invalide plek? Nee toch? Ik heb het gered naar de wc, oh my god. Waar we moeten zijn. Oh, huh? Yo gangster, ik zit op de wc. Huh? Ik zit op de wc, hi. Doei. Ja, adios. Wat een opluchting. Dat ik nog een tampon had, heerlijk. Kan ik nog even laten zien wat ik aan heb? Oh, ze hebben hier tampons. Pak er vast eentje voor. Oh, er zitten nog maar 2 in. Voor straks. Geweldig. Dit is mijn outfit. Ik heb wel een beetje veel bruin make-up op, maar... Cute. Oké, mijn vriendin houdt dus niet van YouTube.
Dus ik dacht, ik kan wel gewoon wat shots maken. Maar ze wilde echt dat ik niks filmde. Dus helaas heb ik niets kunnen filmen van de baby shower. Ach ja, het was gezellig. En ik ben blij dat ik gewoon een hele leuke mand voor haar had. Waarvan ik gewoon weet dat ze daar echt wat lekker van kan genieten. En het was leuk georganiseerd. Allemaal rustige, lekker rustige vriendinnen. Gewoon gezellig, lekker een beetje gegeten. En nu weer voorbij en nu weer 1 uur en 40 minuten naar huis. Jongen, ik heb je nog even thuis gebracht. Dat is wel leuk. Heb ik er nog eventjes in de auto kunnen spreken, 10 minuutjes. Maar ik zei ook van, ik ga lekker. Want als je zwanger bent en dan na zo'n dag, al duurt het niet zo lang, dan ben je, ook als je niet zwanger bent, ben je helemaal kapot. Dus ik denk, ik ga niet tot last zijn en ik ga lekker naar huis. Dus het was echt, het rijden is volgens mij langer dan dat ik in Deventer ben geweest. Maar goed, over 2 weken gaan we dus logeren. Dus dan heb ik weer deze rit. Maar dan gaan we gewoon lekker, die ochtend gaan we volgens mij een kerstboom kopen. Dan rij ik daarna lekker naar Deventer, lekker logeren. Heerlijk, daar heb ik echt zin in. Dus dan spreken we elkaar lekker met Sjanne ook erbij. Gezellig. Ja, nu ga ik maar naar huis. Ik wilde eigenlijk nog in de stad rondlopen. Maar ja, ik ging naar huis brengen. Dus anders moet ik nu weer helemaal terug naar de stad. En dat is echt meer dan 10 minuten rijden. Dus ik denk, nee joh, ik ben nu pas 4 uur thuis. Dus ik ga lekker naar huis. Ik zou het leuk vinden om halverwege onderweg nog iets te doen of zo. Misschien kan ik naar de IKEA. Ik denk altijd als je dan zo'n lange rit maakt, dan heb ik nog het gevoel van ik wil nog iets doen, weet je wel. Hebben jullie dat ook? Of zou je denken, lekker weer naar huis? Weet niet. Maar als ik nu naar huis ga, heb ik nog wel een uurtje om mijn bonusdochter te zien. Ik heb voor haar een cupcake meegenomen, want er was vet veel over. Nou ja, verder heb ik niet zoveel te vertellen. Ik dacht, ik ga vandaag allemaal hele leuke vlogbeelden kunnen maken. Maar helaas niet, jongens. I'm sorry. En ik ben nu eigenlijk ook heel moe. Ik heb natuurlijk maar 5 uur geslapen, bedenk ik me nu. En ik dacht, ik haal nog even daar... Er zat alleen maar thee bij de high tea. Ik denk, ik haal daarna zelf nog even een koffietje of zo. Maar ik had natuurlijk die mand getild. En daarna moest ik die mand weer naar de auto tillen. Dus ik had helemaal geen handen vrij voor een koffietje. Misschien haal ik wel ergens lekker een... Nee, ik heb geen zin in iets zoets. Nou ja, ik kijk wel. Ik ga denk ik sowieso onderweg nog ergens stoppen. Ik was eigenlijk... Ik wou Geuze Gorgels luisteren, maar hij deed het niet. Dus ik heb de hele weg BNR Nieuwsradio over de politiek zitten luisteren. Ik vind het ineens super interessant. Dat ga ik nu weer doen. Ik denk dat het weer over politiek gaat. Alles gaat over politiek. Uitkomt en dat moet dan maar vanzelf komen. En, maar met geduld komt dat ook wel. Dat ik wil nog heel even naar dat moment van Koen, want dat is echt mijn nachtmerrie. Daar kan ik heel slecht mee omgaan. Zoet, zout, dat je aan de tafel zit, dat je het over zaken moet hebben. En dat mensen bijna niks zeggen, dat je het echt uit ze moet trekken. En ja, daar word ik zelf ook heel ongemakkelijk van. Oh, mijn haar zit super raar. Had ik echt niet door. Ik heb een kleine gingerbread latte. Ik vind eigenlijk, ik haal het een beetje voor de nostalgie en zo'n leuk relax momentje, maar eigenlijk hou ik er toch echt niet van. Ik heb havermelk en 1 pompje, maar ik vind het gewoon niet lekker. Ik hou niet van warme, zoete drankjes. €5,05, ja. Ik haal het dan omdat ik het gewoon heel leuk vind om iets te halen. Ik vind de koffie hier niet heel lekker, ik had gewoon een matcha moeten doen. Het is gewoon een leuk momentje. Ik moet nog 1 uur en 2 minuten rijden. Het wordt steeds drukker en het regent. Ik moet eigenlijk gewoon gaan. Ja, het is raar, want ik geniet niet van het drankje. Maar ik geniet wel van het moment dat je gewoon lekker even een Starbucksje haalt in de auto. Ik hou daar echt van. En nu ga ik weer. Ik heb best wel veel trek, want het eten vond ik een klein beetje tegenvallen eigenlijk. En ze hadden voor mij heel lief zonder soja, maar toen hadden ze ook zonder gluten of zo gedaan. Ik kreeg een soort van een soort glutenvrije brood. Echt niet lekker. Dus ik had overal het belegger soort afgeschraapt en het brood niet gegeten en niet ontbeten. Dus dat we daar al om 10:30 waren. Dus ik heb eigenlijk een beetje trek, maar ik had ook weer geen zin om hier eten te halen. Dus we gaan nu weer lekker verder rijden. Wat een weer. Oké, lieve mensen, ik ben heel moe. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het reageren. Ik merk dat ik gewoon op reacties aan het reageren ben die al bijna een week oud zijn. Omdat ik geen tijd heb om erop te reageren, wat echt een heel goed teken is. Dus heel erg bedankt aan iedereen die altijd al reageert of is begonnen met reageren. En ik merk het echt nog niet aan mijn views dat het werkt. Maar wel aan mijn, gewoon aan mijn hart. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel erg leuk om jullie comments te lezen. En ik reageer dus echt op alles. Al doe ik het wat minder snel dan normaal. Dus reageer vooral weer. Like vooral weer. En abonneer. En ik zie je hopelijk zondag bij Babbel. In de laatste van dit seizoen. En anders volgende week donderdag weer. Bedankt voor het kijken. En ik ga echt naar bed. Oké.